Het beschermen van de natuurlijke hulpbronnen en de cultuur zijn enorm belangrijk voor de verdere ontwikkeling van ons land. Dit stelde toerisme-directeur Rabin Buddha vrijdag tijdens de officiële opening van de Nationale Toerismemaand met als thema Tourism and Green Investment. Deze maand is bedoeld om meer bewustwording te creëren over toerisme in Suriname. Een onderdeel van de opening was de paneldiscussie om de samenleving te informeren over wat ons land op toerismegebied te bieden heeft. Voorafgaand aan de discussie stelde Buddha dat er vanuit het ministerie wordt gewerkt aan het initiëren van nieuwe projecten om de sector beter tot ontwikkeling te brengen. U moet weten dat het ministerie, het directoraat toerisme, een faciliterende rol heeft. Wat hebben wij gedaan? We hebben een activiteitenkalender samen met de diverse stakeholders in elkaar gezet. Het is nog niet wat het meeste moet, omdat er nog heel veel activiteiten zijn die nog op de kalender moeten. En vanuit deze plaats roep ik dan de totale gemeenschap, alle bedrijven, alle organisaties op om hun activiteiten kenbaar te maken. Via Suriname.travel, via ons secretariaat en dan komt het op de kalender. En los van de kalender, los van bestaande activiteiten die wij helpen promoten, proberen wij landelijk nieuwe activiteiten te initiëren, samen met diverse stakeholders. Ruben Forster, coördinator van de Toerismemaand, voegt eraan toe dat deze gelegenheden belangrijk zijn voor de sector. Hierdoor kan er vanuit diverse perspectieven van de belanghebbenden worden gekeken naar oplossingen voor duurzame ontwikkelingen. Wat kunnen we doen om meer te gaan verdienen in principe in de toerisme sector? Dus vandaar dat vandaag in principe de kick-off moment is om met de mensen te gaan praten en te kijken van jongens, wat zijn de mogelijkheden? En vanaf vandaag, dus na vandaag, kunnen we verder gaan praten om te kijken jongens, hoe kunnen we beter samenwerken? Ter aanvulling van dit evenement is speciaal voor kinderen gewerkt aan een ruimte waar zij informatie kunnen vinden over de sector. Hiermee hoopt het ministerie op een creatieve manier kennis over te dragen aan de komende generatie.